Hoe evalueren jullie de rit van vandaag en de actie van Wout? De actie van Wout? Het was duidelijk voor de start dat niemand zou gaan controleren, denk ik. Dat was het geval. Dus de enige mogelijkheid, of de beste mogelijkheid voor ons was een ontsnapping met een grote groep, met Wout erbij. Dat in ieder geval dat hij er nog een keer voor kon gaan. Normaal zou hij zijn gele trui waarschijnlijk toch verloren hebben morgen. En hij is er vol voor gegaan en het is niet gelukt, maar we hebben gestreden. Maar als je dan ziet dat het groepje, dat er maar drie zijn, is het dan geen moment om hem terug te roepen? Dat was misschien een moment geweest, maar dan had hij nog niet meer de sprint gewonnen. Hij had natuurlijk vanaf het begin gekoerst als een leeuw. En hij rijdt voor het groen. Hij heeft ervoor gestreden. Het is niet gelukt, maar hij pakt in ieder geval nog een hoop punten voor de groene trui in de tussensprint. En normaal gesproken, als hij niet zo koerst, dan was er een groep gaan lopen van de mannen 15 zonder iemand van ons. De hele dag op kop moeten rijden en hadden we waarschijnlijk ook niet gewonnen. Dat was het ook een beetje de bedoeling om de andere teams onder druk te zetten? Ook, maar ook Wout wilde er gewoon ook voor gaan. Het was voor hem waarschijnlijk de laatste dag in het geel geweest. Hij concentreert zich op het groen en het is niet gelukt. Dus achteraf is het altijd makkelijk praten natuurlijk. Hou je nu een slecht gevoel aan over of valt het al bij al wel mee? Voor ons valt mee. Ik denk Wout weer heeft getoond dat hij super sterk was. En dat gisteren zijn val geen rol heeft gespeeld. Dat hij gewoon zijn ding gaat doen hier in de Tour. Hij staat vast in het groen. Wat zijn wens is. En ik denk dat we nog veel mooie dingen van hem gaan zien. En het belangrijkste is dat Primoz vandaag ook weer met de beste mee kon doen. Dankjewel.